En over het belang van stedelijk groen zal de volgende spreker, Dieter Hanseeuw van het Urban Forestry Lab, u alles vertellen. Dieter, the stage is all yours. Dank u wel, Tim. Goed, dus inderdaad, er werd mij gevraagd om even duiding te geven bij het belang van stedelijk groen. Ik heb er duurzaam stedelijk groen van gemaakt. Nu, ik werk aan het Urban Forestry Lab van Vivis. Ik ga me daarom ook vooral focussen op bomen, omdat wij vooral met bomen werken. En wanneer ik het heb over duurzaam groen, ja, dan bedoel ik eigenlijk vooral groen die ons iets oplevert, die ons wat we noemen ecosysteemdiensten opleveren. Ecosysteemdiensten liefst zoveel en zo lang mogelijk, ook voor de komende generaties. En dat spreken we eigenlijk van duurzaam groen. In de loop van deze lezing wordt dat allemaal nog duidelijker wat ik daarmee bedoel. Ecosysteemdiensten dus, ja, dat is zo'n woord die tegenwoordig wel veel voorkomt. En waar, denk ik, menigeen nu ondertussen al wel min of meer weet wat men bedoelt. Zoals onder meer, we moeten bomen aanplanten, want die gaan hocus pocus onze lucht gaan zuiveren en plots komen er ook heel veel vogeltjes en vlindertjes op ons af. Allemaal dankzij die bomen. Ja, dat is natuurlijk wel een zeer eenzijdig verhaal. Bomen die kunnen inderdaad wel heel wat positieve diensten leveren aan de mens. Zoals het fixeren van CO2, koolstof uit de lucht halen en inbouwen in hun hout door middel van fotosynthese. Maar zij kunnen ook fijnstof afvangen. Zij kunnen ook stikstofoxides die door verkeer uitgestoten worden gaan vastleggen enzovoort. Nu, op het niveau van een individuele boom is dat eigenlijk allemaal heel erg beperkt en bijna zelfs verwaarloosbaar. Zeker, en dan kom ik opnieuw bij het aspectje duurzaam, zeker wanneer een boom amper groeit. Veel van de straatbomen die moeten het doen in een plantput van 1,5 meter op 1,5 meter. Soms wordt dat ook wel een keer een doodskist genoemd. Die boom, als die niet groeit, gaat die ook geen hout aanmaken, gaat die dus ook geen CO2 capteren. Dus bye-bye met uw ecosysteemdienstlevering. Eigenlijk is het op vlak van luchtzuivering veel interessanter om grote groepen bomen, we spreken dan van bossen aan te leggen aan de randen van steden. Want daar kun je eigenlijk de volle van die ecosysteemdiensten gaan genieten. Maar goed, ook individuele bomen, die dragen wel iets bij. Vooral dan naar stormwatercontrole. Piekdebieten, die worden veel meer getemperd wanneer er veel bomen aanwezig zijn in een stad. En elke boom staat meestal ook in ergens wat naakte grond die infiltreerbaar is. Dus die plaatsen laten ook toe dat het regenwater niet in de riool, maar in de bodem kan terechtkomen. Daarnaast kunnen bomen ook, ja, we spreken van ecosysteemdiensten, ecosystem services. In het Engels spreken we soms ook van ecosystem disservices. Bomen kunnen ook nadelen leveren. Sommige bomen die gaan extreem veel pollen produceren. Wat natuurlijk niet aangenaam is voor mensen met een pollenallergie. Iets wat dat de laatste jaren ook meer en meer voorkomt onder de bevolking. En bomen die kunnen ook volatiele organische componenten uitstoten, waar men al dan niet allergisch kan op reageren, of die ook aanleiding geven tot aanmaak van ozon. Dus eigenlijk, bomen kunnen soms ook een bron van ozonvorming zijn. Dus het is niet allemaal positief aan bomen. Belangrijk is ook waar bomen geplaatst worden. Plaats je bomen in een zeer drukke straat, zoals onderaan in beeld, waarbij dat die bomen dan eigenlijk een kruinendak boven de auto's gaan vormen, dan hou je eigenlijk de luchtverontreiniging ter plaatse. Dan is er onvoldoende windturbiditeit om die luchtvervuiling te gaan verdunnen. Want ook dat is een aspect van gezonde lucht, namelijk de vervuiling verdunnen. Verplaatsen naar een andere plaats, bijvoorbeeld naar een stadrandbos. Dus men kan eigenlijk de lokale kwaliteit van de lucht verslechteren door veel bomen aan te planten. Ja, het lijkt wel alsof ik hier nu een pleidooi tegen bomen aan het houden ben. Niets is minder waar, maar ik wil gewoon duiden dat het geen zwart-wit verhaaltje is. Ja, men moet altijd heel doordacht met groen omspringen. En vooral ook
groen alle kwaliteit gaan geven. Dat komt straks aan bod. Ik had het daar net over de milieugerichte ecosysteemdiensten. Er zijn ook heel wat mensgerichte of socio-economische diensten die door bomen geleverd worden. Op de linkerkant zie je boven en onder twee plaatjes waar bomen en groen gulzig gebruikt worden. Ja, de ene gaat er al wat wilder in dan de andere om vastgoed te verkopen. Bij heel veel aankondigingen van vastgoed die te koop staat, zie je daar dat mooie groene kader. Wanneer je dan de realiteit bekijkt van wat er echt ter plaatse aanwezig is, dan stamt dat vaak niet overeen met het plaatje. Nochtans, groen verkoopt inderdaad goed. Studies hebben ook aangetoond dat vastgoed nabij groene omgevingen, dus parken, of in een groene omgeving, dus waarbij ook veel groen aanwezig is rondom die bebouwing, dat vastgoed hoger gaat in prijs en dus ook hoger gewaardeerd wordt door potentiële klanten. Het is ook aangetoond, rechtsboven, het is ook aangetoond dat groen een positief effect heeft op het herstel, op de tijd die nodig is om te herstellen bij gehospitaliseerde patiënten. Dus men heeft een test gedaan waarbij ziekenhuiskamers die uitkeken op het groen, gelijkaardige patiënten werden daar vergeleken met uitkamers die uitkeken op gewoon beton. En dan blijkt dat het herstel bij mensen, patiënten die uitkeken op groen, sneller gaat. Dus daar is duidelijk een soort psychologisch effect aanwezig die inwerkt op de mens. Groen te koer heeft een positief effect op het psychologisch welzijn. Denk maar aan de coronatijd waar heel veel mensen zijn gaan wandelen. Men heeft dat ook in studies geobjectiveerd. Dus het parkenbezoek en het bossenbezoek is effectief verdrievoudigd in coronatijden tegenover niet-coronatijden. Dus mensen hebben echt wel behoefte om even tot rust te komen in dat groen. En rechtsonder tenslotte een andere socio-economische dienst die bomen en groen ons leveren. Dat is dat het aangenamer winkelen is in een groene winkelstraat. Mensen vertoeven langer in een winkelstraat waar bomen en groen aanwezig is. En blijkbaar spenderen ze ook meer geld uit, want men associeert een groene winkelstraat ook met een winkelstraat waar duurdere winkels in voorkomen. En men gaat dan ook meer geld gaan spenderen, blijkbaar, in groene winkelstraten dan in niet-groene winkelstraten. Goed, terugkeren naar ons groen, bomen specifiek. Bomen zijn een lange termijn investering. Ja. De ecosysteemdiensten dat een grote oude boom kan leveren, dat is niet te vergelijken met de ecosysteemdiensten die een kleine boom of zelfs 100 kleine bomen elk apart kunnen leveren. Dus we moeten echt denken in lange termijnen. Een van de belangrijke aspecten die bomen in een stad aan de mens leveren, dat is verkoeling. Ja, niet zozeer die luchtzuiverende functie, dat heb ik al daarnet toegelegd, maar vooral die verkoeling is een heel belangrijk item. Jullie zijn wel echt vertrouwd met het Urban Heat Island effect, waarbij dat als je temperaturen in de stad vergelijkt met temperaturen in het buitengebied, het in de stad gemiddeld 3, 4, soms zelfs tot 6, 7, 8 graden warmer is in de stad. Dat heeft te maken met het feit dat de stenige materialen, de donkere materialen, je denkt ook aan asfalt, bitumen, daken enzovoort, dat die veel meer warmte absorberen en veel trager terug afgeven aan de omgeving. Dat maakt dat een stad, een stenige omgeving, veel warmer is dan het groene buitengebied. Nu, we merken ook dat wanneer in een stad, in een stedelijke omgeving, blauw-groene elementen aanwezig zijn, dat die een duidelijk effect hebben op de temperatuur lokaal dan in die stad. Zeker water werkt zeer afkoelend. Vandaar dat, dat er nu ook een beweging is om alle ingebuisde beken en ondergrondse waterlopen om die terug bloot te leggen. Dat heeft zeker ook een effect, een positief effect naar dat Urban Heat Island toe. Maar ook groene cities, die hebben duidelijk een temperatuurmilderend effect.
We zien dat ook in Vlaanderen. Hier zie je de hettekaart van Vlaanderen, waar je dus duidelijk de bebouwde kernen uit de temperatuur, dus het is een infraroodbeeld, een temperatuurbeeld, ziet oplichten. Dat is niet alleen op macroschaal zo, ook op kleinere schaal zie je binnen in een stad dat de groene elementen, de bomen en ook het metaal dat wat sneller afkoelt, dus de auto's, dat de groene elementen duidelijk koeler in het temperatuurbeeld naar voren komen. En zelfs op microschaal, wanneer je hier gaat inzoomen op een paardenbloem, op een bijna naakte bodem, dan zie je dat die donkere bodem veel warmer is dan die paardenbloem en ook dat gras. Nu, hoe komt dat? Planten, om water op te nemen, moeten ook water verdampen. Ja. Het is pas door water te verdampen via de bladeren dat er een waterpotentiaal ontstaat in de plant en dat de plant ook water uit de bodem via de wortels kan opzuigen. Wanneer water verdampt, dan onttrekt dat water warmte aan het oppervlak waarvan het verdampt. Als je zelf uit een zwembad stapt of van onder de douche stapt, dan voelt dat koud aan, omdat het water verdampt van op je huid en dat onttrekt warmte aan je huid. Het is hetzelfde proces dat gebeurt bij groen. Of dat dan nu planten gras zijn, of dat dan nu het paardenbloemen zijn of bomen. Alle groen werkt verkoelend. Het is eigenlijk een soort natuurlijke airco. En helpt dus effectief dat urban heat island effect milderen. Dus die temperatuur in de stad naar beneden halen. Nu moet je weten, in het licht van de klimaatverandering zien we dat de gemiddelde temperatuur weliswaar stijgt, maar vooral dat de extremen meer toenemen. We verwachten dus meer hittedagen, dat zijn dagen warmer dan 30 graden Celsius. We verwachten dus in de toekomst dat er meer hittedagen zullen optreden. En vooral in steden zal het aantal hittedagen nog meer toenemen. Waar het op het platteland misschien 28 graden is, zal het in een stad gemakkelijk 6 graden warmer. Dan zitten we al aan 33, 34, 35 graden Celsius. Dan zitten we automatisch al in een officiële hittedag. Hier zien we ook de prospectie. We gaan eigenlijk van ongeveer 6 hittedagen nu, gemiddeld op een jaar, naar 2050, 17. Dus we zitten al in dat traject dat het aantal hittedagen in steden aan het toenemen is. Zijn die hittedagen gevaarlijk? Wel ja, want hittedagen, dat brengt ook, zoals je hier kan zien, wanneer een hittegolf zich voordoet, zoals hier in augustus 2020, dan zien we ook dat de ozonconcentraties gaan pieken. Dus dat maakt dat de luchtkwaliteit ronduit verslechtert voor iedereen die in de stad en daarbuiten ook rondloopt. Maar die hittedagen die brengen ook een oversterfte met zich mee. Dus mensen die gevoelig zijn, vooral met long- en hartaandoeningen, die maken grotere kans om nog zieker te worden en eventueel zelfs ook te sterven als gevolg van die hitte. We zien dat dat toch over aanzienlijke aantallen gaat van soms wel 1000 en meer personen die sterven tijdens een hittegolf. We moeten dus echt wel gaan nadenken om in de bebouwde regio's, en Vlaanderen is een heel dens bebouwde regio, om na te denken over heat island cooling strategies. De strategieën om dat hitte eiland terug af te koelen, om die temperatuur te milderen. Er zijn daar een aantal strategieën naar voren geschoven door de Environmental Protection Agency. En op nummer 1 staat meer bomen en meer planten in een stad inbrengen. Dat kan dan ook op meer artificiële substraten, zoals groendaken en eventueel ook gevelgroen. Ook die kunnen een aanvulling zijn. Maar groen staat dus op de eerste plaats om in te werken op het milieu waarin dat we leven, dat stedelijk milieu, en dus die temperatuur te gaan milderen. Bomen zijn dus rendabele investeringen, want ze helpen ons bijna letterlijk overleven in de stad. Het zijn lange termijn investeringen, dus we moeten daar heel erg goed zorg voor dragen. Nu, recent heeft de horticulturist van Kew Gardens, Carlos Magdalena, een boek uitgebracht, waarin hij onder andere schrijft
Planten zijn onze grootste en tegelijk onze meest bescheiden dienaren. Ze klagen nooit. En als dank voor hun generositeit behandelen we ze beroerd. Nochtans, ik heb daarnet gezegd, bomen zijn rendabele investeringen. We moeten ze dus eigenlijk zeer goed gaan behandelen. Maar dat is wat we heel vaak nog in het straatbeeld zien. Bomen waarvan tot tegen de stamvoet asfalt gegoten is, of verharding gegoten is. Bomen die in kleine plantputten staan met een gecompacteerde bodem, waardoor dat ze onvoldoende kunnen wortelen om zichzelf te voeden of om zichzelf rechtop te houden. Bomen die, ja, ik noem dat niet meer gesnoeid, wij noemen dat geamputeerd worden. Ja, en als een stad of een gemeente zoiets begint te doen, dan kan je er een vergif op nemen dat binnen de kortste keren de omliggende tuinen dit naapen. Bomen die aangeplant worden, maar men vergeet ze dan water te geven. Ja, uiteraard, die bomen halen het dan ook weer niet. Of, straks komt dat ook aan bod in de werfinrichting. Bomen zijn geen stapelplaatsen waar je op hun wortels steenpaletten kunt zetten. Laat staan dat je hun wortels kunt afschrapen om een nieuw voetpad of een nieuwe weg te gaan aanleggen. Dat resulteert zich dan ook in de levensverwachting die we meten bij stadsbomen. Ik heb het nu over stadsbomen. In steden is de gemiddelde levensverwachting van bomen tussen de 20 en 30 jaar. Binnen de 9 jaar sterft 1/4 na aanplanting. Binnen de 20 jaar is de helft van de bomen al dood. De ambitieleeftijd, dat wil zeggen hoe lang ambieert een stad of een groendienst eigenlijk dat een boom op die plaats mag blijven staan. De ambitieleeftijd die varieert tussen de 35 en de 60 jaar. Dat is ongeveer de tijd waarmee straatbanen vernieuwd worden. Bij het opnieuw aanleggen van een baan wordt dikwijls ook de boom meegenomen. Nu, als je dat in perspectief plaatst met de leeftijd die bomen kunnen bereiken van nature, ja, dan spreken we over een paar honderden jaren. Dan is een leeftijd van 20 tot 30 jaar eigenlijk maar een tiende, met moeite soms een vijfde, van de echte levensverwachting die een boom van nature zou kunnen krijgen. Dat wil eigenlijk zeggen dat bomen in ons straatbeeld heel vaak nog voor ze de puberleeftijd bereiken al verwijderd worden. We behandelen bomen op dit moment helaas nog veel te veel als wegwerpproducten. Gelukkig begint daar nu wat meer inzicht, ook dankzij cijfers. We zijn geen bomenknuffelaars. Vanuit ons labo proberen we alles ook te staven met cijfers en vanuit wetenschap. Maar we moeten daar vanaf. Waarom die oude bodem? Ik heb het al gezegd. Oude bomen leveren veel meer ecosysteemdiensten. Ja, als het gaat over biodiversiteit, dan zien we hier dat met de leeftijd de biodiversiteit op bomen, in dit geval van lichenen, dat zijn korstmossen, dat die alleen maar toeneemt met de leeftijd. Op een zeker moment, in de senescentiefase, dan is wel het maximum bereikt. Maar je ziet ook dat het aantal datapuntjes hier zeer mager wordt, omdat er gewoon onvoldoende bomen zijn van 400 jaar waarmee we kunnen vergelijken. Ja? Dus dat geeft ook wel een beetje een vertekend beeld. Anderzijds, hoe ouder en dus ook hoe dikker een boom wordt, hoe meer koolstof die kan opslagen. Ja, een dikke stam, wanneer daar rondom een gruwring van 1 mm bij komt, dan zal dat uiteraard veel meer volume zijn bij een dikke stam dan bij een dunne stam. Ja. Dus het is logisch dat oudere bomen dan ook automatisch veel meer koolstof kunnen opnemen. Vandaar dat het belangrijk is om goed zorg te dragen voor die stamplaats, dat die boom ook dik en oud kan worden. Ja. Ook links zien we nog wat cijfertjes. Oude bomen gaan ook veel meer water verdampen dan een verzameling van kleine boompjes. Die bieden ook veel meer ruimte voor biodiversiteit, voor vogels, voor insecten. Bepaalde schimmels die treden pas op wanneer een boom een bepaalde leeftijd bereikt heeft, enzovoort enzovoort. Is dat dan een dure investering, die oude bomen? Wel, eigenlijk niet. Het is zelfs zo dat een boom gratis groeit als hij een natuurlijke stamplaats heeft.
Die natuurlijke standplaats, ja, dat is natuurlijk iets anders. Je kunt daar zo duur, maar ook zo goedkoop in gaan als je maar wil. Belangrijk is natuurlijk, wat bedoelen we met die natuurlijke standplaats en wat heeft een boom precies nodig? Eigenlijk is het vrij simpel. Werk volgens de wetten van de natuur. Wat heeft een boom nodig? Hij heeft volume nodig om te wortelen en hij heeft volume nodig bovengronds om zijn kruin te ontwikkelen. Want die kruin is belangrijk om suikers te voorzien via fotosynthese, waar ook de wortels moeten van leven. Ondergronds, die wortels, wat we meestal kennen, dat is de bodem of de wortelplaat. De wortelplaat, dat is eigenlijk het gedeelte met de verhouten wortels, die ook stabiliteit bieden aan de boom. Een boom kun je vergelijken met een wijnglas, en die staat stabiel op een brede plaat. De vloerplaat in de boom, de wortelplaat bij een boom. Die zorgt voor stabiliteit. Omdat dat wijnglas of die boom niet te veel zou gaan wikkelen, bestaan er ook nog ankers. Dat zijn afzinkers, dus wortels die eigenlijk die wortelplaat gaan verankeren. Maar het meest cruciale, dat is eigenlijk ook dat, ja, bij een smal wijnglas kan het voetje wat smaller zijn. Bij een breed champagneglas moet het voetje ook wat breder zijn om stabiel te zijn. Waarom? Omdat het gewicht vooral hier van de boom centraal op die wortelplaat moet steunen. En dat zorgt ook voor stabiliteit. Dus een boom met een asymmetrische kruin, die gaat ook de neiging hebben om te gaan kantelen. Dus die verliest ook stabiliteit. Maar buiten die wortelplaat heeft een boom ook nog heel wat haarwortels, fijnere wortels. En dat zijn weliswaar de belangrijkste, want buiten die druiplijn, buiten die kruin, valt normaal gezien de meeste regen. Dus hier zitten ook de fijne worteltjes waar de boom nutriënten en vocht mee zal opnemen. Die verhouten wortels laten niet toe om veel vocht op te nemen, want die kurklaag, die bast op die wortels, die laat niet genoeg wateruitwisseling door. En we vergeten vaak die fijne haarwortels. Die zijn super, super belangrijk. Als we een boom kopen in een kwekerij, dan ziet dat er zo uit. Ja? Een stok en dan zo'n klein bolletje. Dat komt niet overeen met het figuurtje dat ik hier gezien heb. Elke boom die heeft eigenlijk wortels, als je daar niet zou aan snoeien, die reiken tot 2,5 keer de boomhoogte. Hier zien we dat niet. Hier zien we een boom die in een kwekerij aan zijn voeten, dus aan zijn wortels, compact gehouden is. Elk seizoen wordt deze boom met een mes, een lepelvormig mes, ondersneden, zodanig dat die wortels gesnoeid worden en heel veel fijne haarworteltjes gaan maken nabij de stam. Dit valt niet te verplanten. Je hebt veel te veel bodem nodig om dat allemaal uit te graven. Wanneer je de wortels gaat snoeien, dan is de kweker in staat om met een kleine, compacte wortelkluit toch heel veel haarworteltjes, nabij de stam weliswaar, mee te vertransplanteren en te zorgen dat na het vertransplanteren de boom toch voldoende water kan opzuigen. Nu, dit is een onnatuurlijke situatie. Daarom moeten we dergelijke bomen gaan begeleiden. Normaal reikt die wortelkluit al 2,5 keer, zo ver als de boom. Dat is hier niet het geval. Dus die zal onvoldoende aan zijn watervolume kunnen geraken. We moeten die bomen dus zeker 2-3 jaar na aanplant blijven water geven. Totdat zijn wortels zelf de bodem hebben kunnen exploreren en dus voldoende wijd verspreid zijn om aan de behoeften, nutriënten en vocht te kunnen voldoen. Maar ook bovengronds heeft een boom zijn volume nodig. Deze boom heeft hier perfect zijn volume en toch ziet hij er niet zo gelukkig uit. Ja, we zien hier al taksterfte in de kruin. Nu, wat het meeste opvalt, dat is eigenlijk, ja, voor een architect heel mooi, het contrast tussen die beton en het groene van die boom, of wat er nog van overblijft. Maar dit is een zeer onnatuurlijke situatie voor een boom. Dit is een zeer stressvolle situatie. Want beton zal zeer veel warmte absorberen en terug uitstralen. Dus deze boom die kreeg niet alleen lichtreflectie van deze beton van onderuit, maar ook nog een keer warmte. Die gaat dus meer dan een bosboom water willen verdampen om te kunnen afkoelen.
Wanneer dan ondergronds onvoldoende water naar de wortels kan, dan leidt dat uiteraard tot een onbalans en gaat deze boom in stress. Een boom heeft dus voldoende wortels. Excuseer, Dieter, mag ik u vragen om bijna af te ronden? Oké, ik zal mijn verhaaltje wat sneller maken. Ja, dank u. We hebben dus een meer natuurlijke bodem nodig. Hoe kunnen we dat doen? Toch meer gaan ontharden. Ja, we kunnen zorgen voor een ruimer plantvak. Dat kost niet veel geld. Dus gewoon ontharden. Een muurtje dat de auto's er niet op rijden. En dan gewoon met kruidachtigen de boomspiegel gaan beplanten. Er zijn ook heel wat technische mogelijkheden om toch ondergronds watervolume te voorzien. Dan kun je de blauwe netwerken gaan combineren met de groene. En hier ook nog een keer een waterreservoir gaan koppelen aan uw boom. Maar nog altijd staat die boom hier in een zeer onnatuurlijke stenige omgeving. Bovendien, wanneer een boom oud wordt, dan gaat hij op een zeker moment ook ouderdomsverschijnselen vertonen. Dan waait er al een keer een tak naar beneden. Dus in het begin moet je de boom beschermen tegen de mens, maar op bepaalde leeftijd moet je ook de mens gaan beschermen tegen een boom. Wanneer die boom dan voldoende ruimte voor zich heeft, dan kan er hier al eens bij een oude boom een tak uitwaaien, dan kunnen de blaadjes vallen en blijven liggen. Dan gaat dat eigenlijk geen bedreiging vormen voor de mens. Dus zowel bovengronds als ondergronds moeten we voldoende ruimte voorzien. Is dat een dure investering? Hier zie je een berekening van Jos Schenk, die hij gemaakt heeft op basis van een boomstandplaatsinrichting, zoals we hier rechts in beeld zien, die eenmalig werd uitgevoerd en die een prijskaartje had van net geen 45.000 euro. Dat klinkt veel geld, maar als je dan kijkt over een tijdspanne van 75 jaar, eenmaal goed aangelegd, heb je nauwelijks nog zorgen aan die boom. Bij bomen die in een klein plantvak staan en die regelmatig onderhoud en ook na verloop van tijd vervangbeurten nodig hebben, heb je eigenlijk weerkerende kosten die gemakkelijk oplopen tot 5.000 euro per 15 jaar. En zo kom je wel op een optelsom na 75 jaar die bijna het kostenplaatje van de duurste standplaatsinrichting gaat benaderen. Dus duur is allemaal relatief, zolang je maar op lange termijn kan denken. Hier zie je nog een voorbeeldje van een boom, een beuk, die in Brugge gered werd en die ook de media gehaald heeft. Is dat zottenwerk? Ja, nee. Waarom zou je een duur en duurzaam bengebouw van de toekomst neerplaatsen als je dan voor de omgevingswerking ook niet op dezelfde lijn zou willen investeren in rendabel, dus duurzaam rendabel groen, die bijdraagt tot een gezonde leefomgeving, want dat is de uitdaging van de toekomst, die dus ook bijdraagt tot de aanpak van klimaatverandering en dat urban heat island effect. Hier zie je nog een keer een voorbeeldje, zowat elk Engels dorp heeft zijn eeuwenoude eik. Dit is hier de European Tree of the Year, de Allerton Oak. Een heel imposante eik, zoals het ook kan. Dus die wordt eigenlijk ondersteund in zijn ouderdomsproces, letterlijk en figuurlijk. Zo, en ik ben op het einde van mijn lezing. Dank u voor uw aandacht. Jullie kunnen altijd terecht op onze website urbanforestry.be voor wat informatie en ook filmpjes. U ziet ook wat wij doen. Wij doen ook adviesverlening en dienstverlening naar derden, mochten jullie daar vragen rond hebben. Oké, hartelijk dank. Dat was al een heel boeiende inleiding.